Hallo allemaal, vandaag is de dag van de boerenkool. Boerenkool? Maar hoe zoekt boerenkool daar nou uit? Ja, op je bord lekker natuurlijk, met een kuiltje jus en een rookworst erbij. Oh, lekker, we gaan wel wat trekken. Ja, de tijd van het jaar is er ook al wel weer naar. Al is het buiten nog wat warm. Maar goed, boerenkool. Ja, ik denk als het de groente zelf gaat tekenen, dat ik al gauw in de war zal raken met broccoli. Dat is ook groen natuurlijk. Ja, laat het gewoon eens gaan tekenen. Boerenkool. Teken je weer mee? Ja, boerenkool. Tekenen we dat nou? Wat mij altijd is geleerd. Tenminste, ik haalde vroeger altijd boerenkool bij de boer. Die boer heeft helaas geen veldje meer. Maar dus ik ben eigenlijk nogal op zoek naar een boer die dat... Of iemand met een moestuintje die boerenkool verbouwt en waar ik dat zo kan gaan halen. Want dat is echt 10 keer lekkerder dan uit de supermarkt natuurlijk. Hoe ziet dan boerenkool eruit? Nou, het is een bladgroente, maar het zijn van die hele kleine blaadjes. En het zit aan zo'n stengel. En als je dan verse boerenkool koopt, die stengels moet je niet klein snijden. Die stengels moet je gewoon verwijderen. Die kan je misschien nog wel gebruiken voor soep van te koken of zo. Voor de groentesoep of groentebouillon mee te maken. Maar die kan je niet opeten, zeg maar. Dus. Dus dan krijg je een soort boerenkoolstengel, zeg maar. Als je een boerenkoolstengel hebt, dan... Kan je ook nog een bord boerenkool. Dan kunnen we misschien nog beter tekenen. Laten we eens even een bord boerenkool gaan tekenen. Ja, een bord boerenkool. Laten we dat dus gewoon even naast die naast die stengel. Even een, hoe ziet een bord boerenkool eruit? Dan hebben we natuurlijk eerst het bord. Zo. Ik pak wel altijd een diepbord voor boerenkool. Want ja, dan moeten we echt wel een. Er mag best wel een prakje op. Een prakje boerenkool. Ziet er ongeveer zo uit. Maar wat willen we daar natuurlijk in? Dat kuiltje met jus. Hè? Dan mag het misschien ook nog wel uitlopen zo, die jus. Een beetje zo eroverheen. Jus, dat is donker, hè? Dus die kunnen we mooi zwart maken zo. Mag er misschien wat reflectie in. Het hoeft niet per se. Zo. Nou, dat is natuurlijk aardappel met stukjes boerenkool. Zo. Boerenkool stampelt. Ja, en wat moet daar natuurlijk bij? Er moet natuurlijk die rookworst, die moet erbij. Hè? Boerenkool zonder rookworst is geen boerenkool, vind ik, toch? Dat zo. Nou, dat is misschien niet de beste rookworst ooit. Maar goed. Wel een dikke zo te zien. Ook lekker. Goed. Zo. Boerenkool. Stampot. En er zitten natuurlijk overal nog die. Zo, en dan natuurlijk, die moet warm zijn, hè, zo'n boerenkoolstampot. En de worst ook. Schaduw. Nou, boerenkool, stengel, boerenkoolstampot. Ik heb eigenlijk al trek in stampot. Ik denk dat ik boerenkool ga halen. Even nog kijken of ik een boer kan vinden. En dan eten we vanavond lekker boerenkoolstampot met vorst. Ja, goed idee. Tot morgen in de volgende video.